Leren om als stewardess de wereld over te gaan, een eigen bakkerszaak op te zetten of met robots te werken. Het kan allemaal op verschillende mbo-opleidingen. En aangezien de Brainport-regio de komende tijd duizenden mbo'ers nodig heeft om goed te kunnen blijven functioneren, is het nodig om dit schooltype op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Want het imago van het praktijkonderwijs kan beter. Ik merk van vrienden bijvoorbeeld, die zijn bezig met uit huis gaan. En die merken wel dat ze worden afgewezen voor plekken, omdat ze dan alleen maar studenten van een bepaalde TU-opleiding naartoe mogen. En dat is zo jammer. Ja, je komt het ook gewoon tegen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld dat je studentenkortingen niet krijgt omdat je geen studentenpas hebt of omdat je geen, HBO of WO-student bent. Leuk, Sint-Lucas. Ja, is dat eigenlijk MBO of HBO? Dan zeggen ze MBO. Oh nee, dan hoeven je niet. Daarom wil de gemeente een plan maken om het praktijkonderwijs weer aantrekkelijk te maken. Samen met de mbo-opleidingen, maar ook met de studenten zelf. We hebben bijvoorbeeld ook over knappe koppen en mensen die wat met handen kunnen. Nou, dat vind ik eigenlijk een heel bizar onderscheid. Want als je iets met je handen kan, heb je ook een knap koppie. En andersom zou dat ook waar kunnen zijn. Dus we moeten een beetje weg van het onderscheid en studenten gelijkwaardig behandelen. In het kader van deze plannen werd op het Lucas op Strijp S vandaag een jongerenconferentie gehouden over dit onderwerp. MBO'ers hopen dat het plan effect heeft, zodat ze zich niet meer minderwaardig hoeven te voelen. Ik denk gewoon dat het belangrijkste is om te zorgen dat we stoppen met praten over MBO als lager opgeleid. Ik denk dat het heel mooi zou zijn als we niet meer mogen bepalen of we mensen aannemen voor een plek op basis van een studie. Maar gewoon of ze het kunnen betalen of niet. Dus niet alleen hbo-studenten een stagevergoeding geven, maar dat wij dat ook gewoon krijgen en dat er gewoon meer eenheid is.